Theo Lens, ja, je belde net aan de Roadshow Deurbel. Je bent zanger en je vertelde me net even door de intercom dat je stamppotconcerten organiseert voor daklozen. Dat je dat doet in samenwerking met de Libreien. En bij mij rees gelijk de vraag, hoe ben je op dat idee gekomen? Van waar stamppotconcerten voor daklozen? Nou, ik zal het zo proberen zo kort mogelijk te houden. Ik heb een album uitgebracht en dat gaat heel erg over mijn leven. Ik heb dus ook in mijn verleden ook best wel heftige dingen meegemaakt. Ik heb dus ook wel randje dakloos gestaan in mijn jonge leven. Ja, maar heb je buiten geslapen bijvoorbeeld? Ja, ik heb in Berlijn heb ik een tijd gezeten rondom mijn baan of zo. En toen op een gegeven moment heb ik best verder een heel mooi leven gehad hoor. En het is allemaal weer helemaal goed gekomen. Maar op een gegeven moment had ik wel een drang nog om een album te maken met allemaal liedjes van mezelf. En daar kwam ook die periode even in terug. En we hebben op een gegeven moment een clips opgenomen voor dat album in New York. En toen kwamen wij op een station iemand tegen die... wij waren aan het filmen. En er lag iemand dood gegaan. En niemand bekommerde zich om die man. Dus iedereen liep met een enorme boog om die gast heen. En ik dacht, hoe kan dat nou, joh? Niemand belt 112. En we hebben die gast in een redelijk korte tijd zien sterven. En zo'n man wordt dan opgepakt in een kartonnen doos, een nummer erop. En die gaat dan de oven. Die sterft anoniem. Ja, sterft behoorlijk anoniem. En dat heeft mij doen shaken. En toen ik thuis was, toen dacht ik van wauw, ik wil daar wat meer van weten. Ik ben in gaan verdiepen. Ik ben, ik ben 17 van die mensen heb ik geïnterviewd. Dat heb ik ook gefilmd in New York, in Berlijn, in Londen, in Amsterdam. En dat had ook allemaal weer linken met mijn album. En toen dacht ik van ja, je kunt er wel allemaal over filosoferen en allemaal over mooie liedjes schrijven en zo. Maar ik had echt zoiets van, ik wilde ook echt wat daadwerkelijk gaan doen. En ik had in het... een jaar of 10 geleden, 8 jaar geleden heb ik met Johnny Boer wat dingen mogen doen en Therese. En dat waren hele mooie ervaringen, gewoon op culinair gebied. Van de Libreien? Ja, van de Libreien. En Michelinstermateriaal. Juist. En daar hebben we wel een mooie relatie op gebouwd. En toen dacht ik van, wat zou het gaaf zijn als daar een 3-sterren stamppotje wordt geserveerd. Voor die gasten, en dat jij ondertussen speelt. Juist. Ja. Even voor de mensen, want misschien is het wel leuk om Therese even te bellen, of niet? Ja. We hebben haar nummer even een stukje muziek, want die kreeg ik net toegeschoven van Albert. Terwijl we Therese bellen. Take me as I am. Met Therese. Therese, goedenavond met Jan Willem van de Roadshow Late Night. En Theo is er ook. Goedenavond. Hi, je bent live in de uitzending. Oh, hartstikke leuk. Ja, Theo belde net aan over de stamppotconcerten. Hebben jullie er al een paar gehad? Ja, we hebben er zeker al een paar gehad. En volgens mij ook met heel veel succes. Mensen hebben berichten gekregen dat ze het allemaal heel erg lekker vonden. Dus dat is leuk. Ja, maar dat kan ik geloven. Maar waren er ook een paar bij de hand zwevers die zeiden van... nou, ik wil eigenlijk ook wel even iets van de kaart proberen. Nou, dat viel mee. Het bestond alleen stamppot op het menu, dus ze hadden niet zoveel keuze. Maar hij smaakte goed. En ze hadden best wel trek, dus dat ging eigenlijk heel, heel makkelijk. Nee, dat was hartstikke leuk. Hoe doe je dat logistiek, Theo? Want hoe selecteer je de mensen die hiervoor in aanmerking komen? Nou, ik zoek gewoon medewerkers die heel veel met daklozen hebben. En die ook echt die mensen weten verzamelen. En het eerste concert, zijn er een aantal... zijn we in Zwolle begonnen. Dat was lekker dicht bij de Libreien ook. En toen hebben we het eten opgewarmd. En met medewerkers van... dat was in dit geval was voor het leger zelf. En die mensen hadden echt wel heel veel... Die hadden een soepbus. En via die soepbus hebben ze allemaal flyers uitgedeeld. En toen hebben we zeg maar in een... wat was het? Een soort kantine. Prachtige kantine trouwens. Een mooi soort huiskamerconcertje gegeven. En daarna hebben we tussen die daklozen gezeten. En hebben we lekker die stamppotten met die heerlijke worsten even voor. Ja, tof. Ja. Therese, wat maakte de meeste indruk van die twee die je nu gehad hebt? Wij zijn natuurlijk zelf, omdat het op locatie is, in Zwolle zijn we heel even bezig kijken. Het was natuurlijk net op tijden dat wij ook gewoon ons restaurant vol hebben. Dus wij zijn niet echt heel erg lang hebben daarvan kunnen genieten, helaas. Maar gewoon, voor ons is het gewoon het feit dat we dit kunnen doen, en zeker samen met Theo natuurlijk, vinden wij gewoon echt een fantastisch gebaar.
Ja, maar het is toch superleuk. Maar hoe stoer is het om gewoon een drie sterren stamppotje te krijgen, zomaar voor niets, hè, uit het niets. Ja. Dan stuur ik de vraag even naar jou door, Theo. Wat was het mooiste moment? Wat is je tot nu toe al het meest bijgebleven? Nou, dat ze na die tijd... Ik was eerst bang, jongen, als we gingen spelen, dat die gasten of met boerenkool gingen gooien of toch gewoon weg gingen lopen of zo. En het tegendeel gebeurde, dat we ongelooflijk leuke gesprekken kregen na die tijd. Ik denk dat dat de meeste indruk heeft gemaakt. Ja, wat gaaf. Hoe lang gaan jullie hier nog meer door? Ik ga nog 7 doen. Dus we hebben Amsterdam afgelopen zaterdag gedaan. En de volgende is Rotterdam en Den Haag staan op nominatie. Ja. Ja, ik ga je toch even een bescheiden applaus geven. Ja. Ik vind het hartverwarmend en heel mooi. En wat leuk dat je dit met ons deelt. Want het inspireert ook weer anderen, hè, om dit soort dingen te doen. Ja. En om gewoon, als je dus even een vonkje hebt van hey, een gedachte door een ontmoeting of een gebeurtenis van weet je, we gaan niet. Laat het niet zitten, laat het niet in je hoofd rondwaaien, maar ga het gewoon doen. Ja. Ja. Maar dat was hetzelfde dat Theo inderdaad bij ons kwam. En zeggen, luister, ik heb dit idee. Wil je dit? Ik zei, ja, dat is hetzelfde wat jij nu ook zegt. Fantastisch idee. En het is gewoon zo'n mooi gebaar. En wij hadden echt zoiets van, nou, ook al moeten we voor 1000 mensen stamppot maken, we doen het gewoon. Omdat het gewoon echt uit het hart komt. En ja, zo'n Theo dat ook echt met zoveel liefde heeft bedacht. En ja, het is gewoon iets heel moois. Ja, supermooi. Mooi dat het nu zo kan. Therese, dankjewel dat je opnam. Dat we je op deze. Want jullie zijn natuurlijk een beetje aan het opruimen nu, denk ik, hè? Ja, we zijn. Nou ja, de meeste gasten gaan nu zo richting dessert en koffie. Dus ik ga inderdaad weer snel verder. Nou, weer eens heel nog leuk even. Dat ik even mee mocht. Ja, erbij mocht zijn. En nogmaals, super tof dat jullie hier aan meewerken. En goeie avond nog. Ja, absoluut. Dag. Doeg. Doeg. Ja, Theo, leuk dat je aanbelde en dit verhaal met ons wilde delen. Is er nog iets wat je wilt toevoegen? Heb je nog hulp nodig of zijn er andere dingen waar wij misschien iets voor je kunnen betekenen? Of luisteraars? Of zeg je van, nee, ik wilde dit gewoon even de wereld ingooien? Nou ja, ik denk dat wat ik een hele mooie boodschap zou vinden is dat mensen, dat we niet om die mensen gaan heen lopen. En dat we proberen, als we ze tegenkomen, gewoon wel een gesprekje met ze aan te gaan. En ja, niet alleen maar even een tientje te geven of zo, of wat geld te geven. Maar mensen zitten heel erg verlegen om ja, ook gehoord te worden. Dat ze gewoon een gezicht krijgen. Dankjewel Theo Lens vanavond aan de Roadshow Deurbel over de stamppotconcerten. Fijne avond nog en blijf er even hangen. We hebben geen stamppotje, maar wel nootjes. Zijn ook Roadshow Late Night. Iedere maandag tot en met donderdag. Iedere maandag tot en met donderdag om 10 uur op NPO Radio 2.